Dag lief, uw vrienden. Hoe is het? Nou, hier is het, comment ça va? Rata, 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 conse, 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 rata, 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 en je ouwe moer, rata, rata, wat heeft Ahmed opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Oh, hier zitten van de wereldberoemde cookies van Humble en Crumble. Nou, dan geef ik dus gelijk toe dat Ahmed die niet heeft opgestuurd. Omdat ik dat dus al wist. Het concept dondert in elkaar. Nee, deze cookies zijn opgestuurd door Humble en Crumble zelf. Nu hoor ik jullie denken, ach jezus, nou daar gaan we. Jantje laat zich omkopen door de commercie. Jantje die laat zich betalen voor zijn reviews. En daarop antwoord is, nee, geen cent gevangen. Ik kreeg alleen die cookies toegestuurd om eens te proeven. Nou, dan zegt ome Jan geen nee hoor. Ze moet je eerst even in de oven. En daarna gaan we ze even proeven. Dit schijnt echt super lekker te zijn. Ik hou niet zo van zoet. Ik hou niet zo van cookies. Al helemaal niet van warm. Ik weet ook niet wat er in zit, want er staat er niet op. Even in de oven. Tot zo. Gezellig. Nou, de cookies die zijn dus even in de oven geweest. Hier zie ik er eentje met chocola en nootjes. Hier zie ik er een met, ja god, wat zit er allemaal niet op. En dit is een witte. Kijk, dat Humble & Crumble is een prachtig bedrijfje, want ze maken het allemaal met de hand. En volgens mij zijn er voornamelijk vrouwen die dit heel erg leuk vinden. Ik heb een paar reviews van ze bekeken en het zijn allemaal een beetje van die stylingvrouwen die met moeilijke thee. En dan zo'n moeilijke bol erbij. Het is ook niet echt dat ze gratis zijn, want als je ze laat versturen zijn ze zo'n beetje 5 euro per stuk. Maar kwaliteit mag wel wat kosten. Ik eet helemaal geen zoete dingen, dus waarom ze die naar mij hebben opgestuurd, ik weet het niet. Maar we gaan gewoon maar proeven. Hè? Als je ze wil bestellen trouwens, de beschrijving staat hieronder. Ah, dus toch. De aap komt uit de mouw. Jantje maakt toch wel reclame voor ze. Nee, dat was ik ook niet van plan. Ik kreeg op Instagram een berichtje van ze. En dus ik ging even naar Instagram Humble & Crumble. En toen dacht ik, nou ja, maar leuk, die cookies, het zou mij dan maar bommen. En toen stond erbij. En de eigenaresse is een of andere Eva. En daar heb ik op gedrukt. Toen dacht ik, oh, nee, prima. Nee, ik review je koekjes wel. En ik zeg bijvoorbeeld al dat ze lekker zijn. Godverdomme, wat een lekker wijf zeg. Maar goed, gaat niet om. Het gaat nu even om de koekjes. Ik snij ze even door de midden. Kunnen we even kijken wat erin zit. Neem ik een hapje en zeg ik, oh, wat lekker. En dan kunnen we weer verder met de dag. Jezus. Eens even kijken wat er allemaal in zit. Oh. Ah. Ik vind het gewoon leuk dat ze met de hand dit soort cookies maken en opsturen op het internet. Ik geef het gewoon eerlijk toe. En dat die eigenaresse een ongelooflijke blonde stoot is, heeft er helemaal niks mee te maken. Oké, ik weet ook niet wat erin zit, dus ik ga gewoon proeven. Ik begin gewoon met deze. Die is wit. En daar zit van alles en nog wat op en in. En de inhoud is, weet ik veel wat. Ik ga gewoon proeven. Non-snokker zeg. Jezus, wat een melige bal. Ongaar deeg zeg. Ik heb het gevoel dat er een fles peurschuim in mijn strot is leeggespoten. God, zou me kraken. Wat een melige hap zeg. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed zo op deze manier. Nou, het voordeel is natuurlijk dat ze niet betaald hebben. Het nadeel is natuurlijk dat het telefoontje van die even kan schudden. Nou, volgende dan. Hier zit werkelijk alles op en aan. Het zijn mooie cookies. En ze zijn goed gemaakt met de hand. Maar voor iemand die niet helemaal een zoete kou is, zijn warme bonken ongaar deeg net even te veel op een ochtend. Ik heb echt het gevoel dat een hele cementwagen zojuist in mijn leger is gekieperd. En dan moet ik die met chocola nog proberen. Het is wel de laatste keer dat Humble & Crumble iets naar me opsturen, denk ik. En ik denk dat het voor allebei misschien wel beter is. God, zou mijn kraken, het zweet zit in mijn naad, zeg.
Maar we hebben er nog eentje met chocola en nog meer dingen erin. En god, wat een feest. En we gaan even proeven. Oh, kijk, hier zit ook nog een soort smeltende bom karamel in het midden. Jezus. Hier zit ook nog smeltende witte chocola in. Wat een ongelofelijke, melige, dikmakende, zoete rommel, zeg. Dit is gewoon niet voor mij gemaakt, joh. Ik denk serieus dat hier voornamelijk vrouwen helemaal goed op gaan. Dat ze echt helemaal met één grote brok in de keel, in de broek, dit soort op te eten. En zeggen tegen elkaar, oh meid, zo lekker. Heerlijk, zeg, 600 calorieën in één bonkie. Met allemaal chocola en allemaal ongaar deeg erin. En dan kan ik lekker eten. En dan voel ik me weer gelukkig. En dan ben ik niet meer boos op de wereld. En oh, wat leuk. En het is ook nog door de hand gemaakt door vrouwen. Ach, wat fijn. Ach, wat leuk. Maar goed, ik ben geen koffieleutend meisje. Ik ben dus blij dat dit geen betaalde review is. Want dan moet ik namelijk nog zeggen dat ik het heerlijk vind ook. Nou, dat gaat niet gebeuren. Godverjus zeg. Ik hoef even 3 maanden niet meer te eten. Wat wel goed voor mij zou zijn. Goed, tijd voor de cijfertjes. Knappe Eva, doe even je vingers in je oren. Draai even om. Ik wil best goed maken op een andere manier. Maar nu even niet. Deze, ik weet niet wat het voorstelt, maar hij is wit van buiten en van binnen is dit gewoon één bonk cookie dough. Is verschrikkelijk. En ik weet dat het leuk met de hand gemaakt is, maar ik word er zo verschrikkelijk misselijk van. Deze krijgt van mij een 4. Nou, dan hebben we deze, die is heel leuk opgemaakt, een soort feestbol. En hier zit iets meer in dan alleen maar ongaar deeg. En hier hebben ze heel erg hun best op gedaan. Hartstikke leuk. Ik denk dat de gemiddelde vrouw in Nederland hier blij van wordt. Maar ja, ik ben niet gemiddeld en geen vrouw. Dus deze die krijgt de 5. En deze, die chocoladeknaller. Ja, ik ben niet helemaal van de chocola, moet ik eerlijk zeggen. Al helemaal niet van witte chocola. Maar hier zitten dus ook noten in. Dus dan heb je nog wat te kauwen. Dat is dus niet alleen maar een soort halflauwe deegvulling. Dus deze die krijgt een 6, omdat ze hier echt superveel in hebben gestopt. En hun best gedaan. En Humble & Crumble, het spijt me. De link staat hier onderin. Je kan het doen. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Maar Obi Jan wordt hier niet gelukkig van. Ja, ik moet toch eerlijk zijn, of niet? Als ik dit allemaal een 8 en een 9 geef, dan krijg ik in die comments van... Oh, meneertje Koekenpeers heeft ze laten omkopen. En als je maar wat naam opstuurt, dan vindt hij het gelijk een 9 waard. Ik moet toch wat?